Ik persoonlijk kan me weinig dingen voorstellen die kutter zijn dan keihard op je bek geramd worden. Toch zijn er mensen die hier schijnbaar anders over denken. MMA staat voor Mixed Martial Arts, dat is de wereldwijde term voor het free fight. Ja. Maar het staat beter bekend als free fight hier in Nederland. Okay. Nou, wat mag je daarmee doen in vergelijking tot K1? Je mag daar ook bij stoten, knieën en trappen. Maar bij ons mag je ook vastpakken. Iemand gooien, dus judo. Mm-hmm. En op de grond mag je ook nog doorgaan, dus dat is dan wat worstelen. En daarbij mag je dus beenklemmen, armklemmen, verwurgingen. In sommige gevallen mag je ook stoten op de grond. Dus alles wat ik kan gebruiken, een beenveeg, er is niet een stijl waar ik me toe beperk. Het is, wacht, ik zie daar een techniek of ik zit in een bepaalde situatie, ik moet daaruit komen. Wat voor techniek kan ik gebruiken om uit die situatie te komen? Nou, en dan ga je research doen. Dan kom je achter een aantal technieken uit verschillende sporten. Die ga je leren. En als je het goed doet, dan kun je het in de wedstrijd toepassen. Kunnen we eens wat technieken laten zien? Ja, is goed. Ja? Beetje zo. Ja? Beetje bij je kin. That's it. Wat op mijn kont, eikel! Incasseringsvermogen. Ja. Word er ook bij. Oké. Okay. Au, kut. Nee, dat doet niks met je. Nu mijn beurt. Gaat hij? Ja, hij gaat. Nog een keer. Op 15 augustus ga je titel verdedigen in Amerika. Kun je daar wat meer over vertellen? Het wordt een heel belangrijk gevecht. Mm-hmm. Het is namelijk heel erg populair aan het worden, de sport in Amerika. Ja, ik denk dat het in de toekomst, geef nog een jaar of twee, drie, dat het zo groot als boksen zal zijn. Je ziet dat boksen wordt minder en het MMA, dat wordt populairder. En je hebt hem al grepen en dingen die je mag doen en zo. Kun je die een paar voordoen bij mij? Weet je het zeker? Nee, maar kijk, dit is anders dan stoten. Mm-hmm. Ga maar eventjes zo. Ja. En dan doen we zo, deze zo. Ja. En deze zo. En dit is de back mount choke. Okay. Als ik hem heel rustig aanzet, dus knijp. Gaat die? Ja. Kan je hem snappen of niet? Probeer eens een beetje te ontsnappen. Nee. Ah, stop. Oh. Nee. Ik kon niet ontsnappen. En dan heb ik gewonnen. Gaat het? Ja, hoe doe je dat? Wat deed je nou? Kijk je op je hoofd. Pak mijn eigen pols. En dan sluit ik hem langzaam iets op. Ja. Heup naar voren. Dat is hem. Oh, je. En als je een van die stappen niet doet, zit de klem niet. Dan lukt hij gewoon niet. Nee, dan zit ik dus bijvoorbeeld zo. Kom eens. Dan zit ik bijvoorbeeld zo. Ja. Kijk, dit kan misschien wel zeer doen omdat ik heel sterk ben. Uh-huh. Maar het is niet dit gevoel. Oh. Dat gevoel. Oh, ja. Mag ik even mijn eindpresentatie houden? Doe! Oké, het was hem. Het was leuk. Het was leuk, maar het was ook een beetje eng. Ik ben wel iets wijzer over de vechtsport. Ik heb wel veel geleerd. En ik weet niet of ik het echt niet voor mij is. Maar goed, er kan er maar één de winnaar zijn. En dat ben ik niet. Dat was niet vandaag.